dicht, hè? Ah, ja. Nou, je voet binnenkant omhoog. Hè? En doe hem de groeten van heel sportminnend en wielerliefhebbend Lommel. Voilà, en we krijgen onze rennertjes terug hier, dus met nog één ronde te gaan. Eén ronde te gaan nog. Nog één ronde. Voor het nummer 2. De laatste ronde. Dan moeten we nog één deel in de En renstertjes, 8-jarige. En daar komen ze aan. En wie gaat het pleit winnen? Wie gaat het pleit winnen? Hoppa, geef zijn dame het applaus. De man met het nummer 5 voor het nummer 9. En hier is onze Lommelse debutant. Onmiddellijk de derde plaats op het podium. Wie gaan we nu krijgen hier? En ontvang hem ook met een daverend applaus. Ook einde wedstrijd voor... Kijk eens, de glimlach op het gezicht voor Robbe Bilois. Of Bilwa. Wie zal het me zeggen? En ook de volgende komen binnen. Met het nummer 10. En het nummer 4 is dat Lucas Lemmes. En nog aankomsten van deze jongeman. Voilà, en hij pest er nog een spurtje uit voor Shani Douwe. Ook voor hem zit er... We roepen heel graag op het podium. Hij reed hier zijn eerste wedstrijd voor eigen publiek. En hij slaagt er toch niet in, zeker om meteen het derde podiumtrapje te gaan bemachtigen. Guus Lintze. Voilà, zijn medaille ligt klaar. Hang ze maar om. Voilà, ze. Op de tweede plaats krijgen we met het nummer 9 Damon Kasseman. Ook zijn medaille ligt klaar. Hopla. En op het hoogste schavotje met het nummer 5. De bloemen en de medaille liggen ook voor hem klaar. Tibe Heile. Tibe, pak de bloemen er maar uit. Maar je krijgt het water bij, dat is geen probleem. Dus een daverend applaus, ons podium. 8-jarigen. Tibe Heile, Damon Kasseman en Guus Lintze. Die deel uitmaakte van het peloton bij de 8-jarigen met het nummer 4. Zij was de enige. Dus ook is het dan automatisch de overwinnaar natuurlijk in haar categorie. Nel Meijne. Voilà, de medaille. De bloemen. Hij geeft een daverend applaus. Nel Meijne. En de nodige foto's worden gemaakt. Ik heb precies met niemand te gooien. Ja, dat had ik ook zo.
Met de rug nummer 18, Frenne Bellings. En als overwinnaar, met de nummer 15, hadden we Robbe Goris. Voilà, twee mannen van Sport en Steun op het podium. Geflankeerd door Frenne Bellings. Medailles, pak de bloemen er maar bij. Robbe. Robbe, je mag je bloemen erbij pakken en steek ze hoog in de lucht. Voilà, dat de nodige foto's kunnen gemaakt worden. Alsjeblieft, geef ze een hartelijk applaus. Robbe Goris, Frenne Bellings en Vince Cox. 9-jarige hadden we één jonge dame aan de start. En ook haar willen we op het podium roepen. Zij droeg het rug nummer 17. Dus heel graag hier op het podium met de nummer 17 bij de 9-jarige Hanne Sanders. Voilà, en zij doet ook netjes haar medaille om en pakt de bloemen en mag hoog in de lucht in. De armen uiteen, voilà ze. Proficiat en bedankt voor je aanwezigheid.